Welkom allemaal in Museum van Loon. Mijn naam is Tristan Schiff en ik ben conservator hier in het museum. Helaas zijn we weer gesloten, zoals jullie wellicht allemaal weten. Maar toch willen we jullie een aantal zaken in het museum zeker niet onthouden. Deze week werd er een heel bijzonder portret bij ons afgeleverd in het museum. Dat is dit portret van Margaretha Bas, geschilderd door Jacob Bakker. Het is een langdurig bruikleen van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. En we zijn als museum heel erg blij en trots dat we dit portret nu met het museum, met het museumpubliek mogen delen. Het portret bevindt zich al sinds de jaren 60 in de collectie van de Rijksdienst. Het is ooit als een legaat nagelaten aan de staat door Abraham Kalkoen. Abraham Kalkoen en de familie Kalkoen zijn een soortgelijke familie als de familie van Loon. Er zijn ook meerdere keren huwelijken geweest tussen de familie Kalkoen en de familie van Loon. En via vererving is dit portret terechtgekomen, uiteindelijk dus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Maar nu wordt Margaretha Bas hier in het museum herenigd met haar familieleden. Margaretha Bas is aan de familie van Loon verbonden door haar huwelijk met Willem van Loon in 1637. Wellicht kennen jullie allemaal wel het grote familieportret hier in de hal, geschilderd door Jan Mienze Molenaar. Daar staat Margaretha Bas ook op, samen met haar echtgenoot Willem van Loon. Het centrale koppel hier in het zwart en wit, dat zijn Willem en Margaretha. Dus het is wel heel bijzonder dat we nu Margaretha hier ook zelf op een portret met het publiek kunnen delen. In 1637 trouwden ze, zoals gezegd. Voorheen waren ze allebei al een keer weduwe geworden. Ze waren al eerder getrouwd geweest, allebei. En Willem had ook al een kind uit zijn eerste huwelijk, Jan van Loon. Margaretha heeft hier symbolisch de hand van dat jongetje vast. En samen gingen Margaretha en Willem wonen aan de Brouwersgracht, nummer 39, op het stukje tussen de Heren en de Keizersgracht. En samen zouden ze ook nog vier kinderen krijgen. Margaretha Bas was lid van een familie die eigenlijk heel erg lijkt op de familie van Loon. De familie Bas heeft een soortgelijke geschiedenis hier in Amsterdam. Haar oom, Dirk Bas, was een van de medeoprichters van de VOC. En wellicht klinkt dat verhaal je bekend in de oren. Want ook de grootvader van haar echtgenoot, Willem van Loon, was ook een van de medeoprichters van de VOC. Later zouden leden van de familie Bas bestuurlijke posities verwerven in de stad, zoals burgemeester. Dus ze maakten echt onderdeel uit van die bestuurlijke elite hier in de stad. Margaretha Bas is waarschijnlijk geportretteerd door Jacob Bakker in 1637, het jaar waarin zij trouwde met Willem van Loon. 1637, die datering is gebaseerd op onder andere haar kleding en haar haardracht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar haar kraag, dan zie je dat het een platte, opengewerkte kanten kraag is. Heel typisch voor de jaren 30 van de 17e eeuw. En ook bijvoorbeeld haar haar, de manier waarop ze dat draagt en dat korte ponytje wat ze op haar voorhoofd heeft, zijn heel typisch voor ongeveer 1635, 1640. Zoals gezegd is het portret dus geschilderd door Jacob Bakker. En dat is heel erg bijzonder, want het is de eerste keer dat wij een portret van Jacob Bakker hier in het museum hebben. We hebben al heel veel portretten van andere bekende 17e eeuwse portretschilders hier in huis. Zoals bijvoorbeeld de Jan Mienze Molenaar die jullie net hebben gezien. Maar ook portretten van Nicolaas Maas, zoals bijvoorbeeld dit portret. En portretten van Dirk van Zandvoort. Een van de publieksfavorieten, het kinderportretje. En nu dus een heel mooi portret van Jacob Bakker. Jacob Bakker is misschien een wat minder bekende schilder van de 17e eeuw. Maar in zijn tijd en vooral in de jaren 30 en 40 was hij een van de meest veelgevraagde portrettisten van Amsterdam.
Hij was ook heel productief, een hele snelle schilder. Hij kon heel veel portretten vervaardigen in zeer korte tijd. Hij heeft een oeuvre nagelaten van van ongeveer 140 schilderijen. En dat heeft hij in een tijdsbestek van ongeveer 25 jaar heeft hij dat vervaardigd. Dus dat is een hele productie die hij erop na heeft gehouden. Nou, we hopen dat jullie heel snel kunnen komen genieten van dit portret van Margaretha Bas. En dat we snel weer open mogen. Kom dan vooral een kijkje nemen. Tot die tijd kunnen jullie al je vragen hier onder dit filmpje achterlaten. Als jullie nog vragen hebben over dit portret. Of als jullie een ander filmpje willen zien van een ander stuk in de collectie. Laat het dan vooral even weten. Like ook vooral het filmpje. En volgende week zijn we weer terug met een nieuw filmpje van de kerstdecoratie hier in het huis. Hier alvast een sneak peek. Dus tot dan.